Nou, oké, waar waren we gebleven? Oh ja. Politie, dat vind ik, politie vind ik echt grappig, want politieagenten worden gearresteerd en dat was wel eng, want ik kreeg allemaal papierwerk. Ik moest allemaal papierwerk en ik moest allemaal dingen invullen. Het is gewoon bureaucratisch en dat vind ik zo kut, vind ik dat eigenlijk. En daarom hebben wij geen coole politie-series in Nederland en in België. Weet je, in Amerika hebben ze 24. In Nederlandse versie wordt dan van 8 tot 5. Agent op zoek naar lunch. In de auto, weet je. En dan, ja, Amerikaanse serie, loopt de man op het bureau en zegt: I hate everybody, I gonna kill everybody, everybody gonna die, I killed my wife and I'm gonna kill you, motherfucker! En die agent dacht in de bal: Oh yeah, you gonna kill me, I gonna kill you, motherfucker! Donut is back, serie afgelopen, is cool! Nederlands of Belgisch, hier komt een man politiebureau en zegt: ik haat iedereen, iedereen moet dood, iedereen moet kapot, ik ga nu mijn agenten helemaal vermoorden. En die agent: wilt u even dit formulier invullen? of dat je zo'n hanggroep Marokkanen ziet, weet je zo. En dan is het: ja, wat? Waarom zeg je de hele tijd wat? Ja, ik ben trainer voor Lingo. Maar Lingo zijn 6 letters. Ja, maar dan zeg ik gewoon wat? Dan komt zo'n agent aan: jongens, je doet nou groepsvorming en dat is verboden. Maar waarom kom je er dan bij staan? Okay. Eén keer heb ik een criminele actie gedaan. Bewust, oei, ja. Wie zijn jullie, zeg maar? Wie zijn jullie? Wet? Dus jullie zijn de broers van die of niet? Oké, okay, leuk. En zijn muppets. Oké, okay, leuk. En wat horen jullie bij elkaar? Wat? Maar tien jaar zo dan. Wat? Kak wel voort! En toen werd de avond heel anders. Opeens verdween die microfoon in een anus. Wat zei je? Deze site, doe gewoon wat. Ja, ik versta er geen fuck van. Oké, okay, leuk. En wie bent u dan, zeg maar? Go on, ik ben geen hoer. Oh, jij ook, jawel. En, nee, maar leuk, wie bent u, een leraar of niet? Wiskundeleraar? Wat doet u voor beroep of baan? Je mag wel wat zeggen, hoor. Ik doe je. Go away. Nee, nu blijf ik, hoor. Maar wie, jij hoort erbij of niet? Ik ken hem, ja. Ja, maar wat is hij, zeg maar? Want ik ben heel niet aanvallend of zo. Ik val mensen niet aan. Ik ook niet. Ik voel me echt zo 300 jaar geleden, weet je, zo'n blanke man die zegt van: werken jij, werken. Ga werken, ga dansen, ga mijn groene poetsen. Oh ja, precies. Racist tegen mij, oké, okay, geweldig. Wauw, die heb ik niet gehoord, hè? Leuk, nee, leuk. Nee, ik doe helemaal niks. Ik geef u een hand. Ja, nou, alsjeblieft, mijn hand zo. Nou, nu heb jij het ook. Nee, maar het is anders, hè. Het heeft te maken omdat ik ben, dit is comedy, hè. Voor de mensen, het is leuk. Ja, klopt. Je bent wel te laat. Je bent thuis, maar... Ja, hij is thuis ook altijd zo laat. Nee, maar oké. Okay. Daar zit zijn vrouw, die weet dat. Oké, okay, leuk. Ja, maar leuk. Het is nee. Kom op nou, ik wil grapjes vertellen. En kijk, door de hele maatschappij heeft het te maken dat het heel erg, het is heel erg hard, hè, dat heeft te maken. En vooral kinderen nu, bijvoorbeeld op scholen, bij ons in Nederland, worden heel veel kinderen doodgestoken door andere kinderen. Dus een soort, ja, het gebeurt nu zo vaak dat je denkt van: zit het in het vakkenpakket, weet je. Ja. Weet je, worden gewoon kinderen, en dan word je gewoon bang. Ik scheid in een broek voor scholen. Ik liep langs een kleuterschool in Nederland. Ik keek zo naar binnen, zag een kleuters op een kartonnetje prikken. Ik denk: shit, ze zijn aan het trainen. Fucking hell. Het lijkt me wel erg als je doodgestoken wordt door kleuters, weet je. Dat je allemaal messen steken hier hebt in de vorm van Donald Duck, weet je.
kleutermaffia is. Onder leiding van de maffiabaas De Grote Duim. Ja, dat moet ik even aanwerken. Oké. Zo heel. In mijn tijd was het gewoon anders op school. Weet je. In mijn tijd was het gewoon anders. Bij ons op school was iedereen gewoon stoned. Dat was gewoon bij mij.